Hallo, ik ben Alfred Uitwilliger, de oprichter en CEO van Drop 3D Printers. Ik ga jullie laten zien hoe de printer wordt ontwikkeld en geproduceerd. Gaan jullie mee? Dit is het actiecentrum van Drop 3D Printers. Aan de rechterkant bevindt zich het sales en marketing team. En hier naast mij zitten de jongens van de softwareontwikkeling voor de smart printer en alle andere zaken die daarmee te maken hebben. Hier zit het supportteam, het klantensupportteam en de inkoop. En achter mij de engineering, die aan de laatste details van de printer werken. Maar waar is iedereen nu? Die zitten nu daar te vergaderen over de laatste vernieuwingen voor de Drop 3D printer. Hier zijn we op de R&D afdeling van de Drop 3D printers. Hier wordt gewerkt aan de smart module, waar we op afstand kunnen kijken naar de print en ook het bedienen van de printer. Dat gebeurt op deze printers. En als we iets verder kijken, staan hier printers waaraan specifieke features gewerkt wordt voor elke upgrade die we willen maken. Dus elke printer wordt gewerkt aan een aparte verbetering die we in gedachten hebben. Hier achter mij bevindt zich de supportafdeling. En de supportafdeling is gesplitst in het ondersteunen van klanten met hun prints. En aan de andere kant zijn we heel druk bezig met het testen van allerlei verschillende materialen. En dan moeten we spreken over technische materialen met toevoegingen als metaal en dergelijke. Wat druk gewerkt. Gaan we hier de productie. Dit is de productieafdeling. Hier komen de goederen binnen die geïnspecteerd moeten worden. Op deze plek worden alle inkomende goederen gecontroleerd of ze voldoen aan de tekening, aan de specificaties, of de afmetingen correct zijn en de precisie. En als dat allemaal akkoord is, komen de goederen in deze stellingen terecht. En deze stellingen bevatten alle producten die klaar zijn om in productie te worden toegepast. Metalen boxen in elkaar gelast hier in Nederland. Allerlei andere sheet metal delen die we hier zien, die de printer tot een geheel moeten maken. Hier komen we bij de wat kleinere onderdelen. Subassemblies zoals we dat noemen, zijn al deels in elkaar gebouwd. De plastic kap, herkenbaar onderdeel. En hier bevinden zich een leger aan kleine onderdelen. De printer bevat alleen volledig industriële onderdelen. Dat wil zeggen dat we geen onderdelen printen. Dit soort onderdelen, hoge precisie, in aluminium gefreesd, vervolgens geanodiseerd om het te beschermen. En vormen onderdeel van onze stijfheid van de printer en die geven dus ook die hoge precisie. Een beetje verder zien we de motoren en ook de samengestelde geleidingen voor de printkop die we dadelijk in de printer terug zullen zien. En die zijn hier al van tevoren geassembleerd en al met hoge precisie in elkaar gezet en liggen te wachten op de productie. Hetzelfde gebeurt hier voor de front van de printer, de karakteristieke voorkant, met daarachter een stukje elektronica en het andere deel, de printer control board. Dan gaan we nu richting de productielijn. En de productie start eigenlijk met de box. Met dit uitgangspunt krijgt de printer zijn serienummer en komen dus langzaam steeds meer onderdelen in. Worden de geleidingen ingebouwd en komt de kabelboom erin en de ventilatoren om de temperatuur in de kast te kunnen regelen. En we bouwen de printers eigenlijk per persoon. Dus elke persoon bouwt een printer van begin tot het eind. Die hoge betrokkenheid is voor ons van heel erg groot belang. En hier naast mij bevindt zich de testafdeling. Als de printer dan volledig gebouwd is, wordt die hier getoetst op de werking. Ook ondergaat hij een aantal printtests om te kijken of de precisie van alle onderdelen die geprint worden wel voldoen aan onze eisen. Er worden allerlei modellen geprint om het bereik en de werking van de printer te testen, maar ook de nauwkeurigheid. Dus al met al gaat hij al snel zo'n 30 uur aan printwerk vooraf voordat hij naar de klant toe gaat. Dus alle printers zijn eigenlijk al gebruikt. En als ze uiteindelijk goedgekeurd zijn en goed bevonden zijn en volledig gecalibreerd, worden de printers ingepakt en komen ze in het magazijn te staan hier om de hoek, waar ze dan klaar staan voor verzending. Nou, dit is de informatie die we hebben over de drop productie.
Mochten jullie nog vragen hebben, kijk dan op onze website www.drop.com. Een drop dan met 3D's. En vraag het aan onze techneuten of onze salesafdeling. En ik hoop jullie snel weer terug te zien als een tevreden Drop gebruiker.